Plotseling! Roddewol! Hinkt de sirene van de politiemannen! Ja, natuurlijk de binnenorde gaan zien. Roddewol! De politie is terug. En de rechts van die bloemkoolwolken. En de politiemannen. Halt! Wie zei je? Loetieber is dat dan nog nooit gezien. Papa, kijk! En Loetieber kost niet samen, het kost geen Frans. En Loetieber als het dan verschoten. Door Rafael. Hij liep van een zwaar met zijn kop tegen de auto die daar stond. Dat was hele bullen in de auto. En je bloedde een beetje. En je liep naar het bos weer. Hoe kom dat ik dat lust niet meer aan? Ik kon dat niet meer in, want dat is een aardewaskerskoef. Ja, waar is dat met dat skimmelhoek? Ik heb ook nog een projectiekosten gedaan, maar dat ding is in de auto. Dat wil je nooit denken. Hoe is een sectaris, hè? Een sectaris in de auto. Dat is een kapoe. Ah, heb je een kapoe? Ah ja, dat is juist. Die matte pla. En metalliseer of wat? Ja, het was niet metalliseerd toen de wet, niet had hij kopsen gekocht. Het is een Poorse vlaag, een Poorse matte vlaag. Van de wind. Dat maakt dat hij dan nooit woord. Dat was geen woord. Zo dit eerst gepraat een meisje met de wet natuurlijk zei, nee, je wilde ook een haat hier van de metalliseer. Boah, ik zou wel zo. Ik ben ook weer half van een metalliseer toe. Kathleen zegt dan, hoe doe je die standaardkleur? Dat krijgt hem niet. Dat lijkt echt een donkergroen. Dan moet je natuurlijk wel een van de metalliseer. Een kleurblad, ja, veel meer is nokko. Ja, dat is donkergroen. Mijn eerste notto dat ging gaan kopen, zei. Hij moest mijn eerste notto gaan kopen. Mijn vader en mij, we waren naar de autogarage in de winter, het was wel donker. Er zat zo'n Ford Fiesta, een grist Ford Fiesta. Oh ja, dat is goed, ja, dat is goed, ik ga dat kopen. Ja, ik kom tussen, hij zei mijn moeder, ja, in een notto gekocht. Hey, ja, ik zei, het is gewoon een grist Ford Fiesta, het is gewoon een grist. Hij zei, mijn vader had een grist. Hij ligt blauw. Ik zei, dat is ook een grist. We zijn allemaal morgen een keer gaan kijken in de kleuren. Ik had het zonder als gaan kijken in de kleuren. Ik had nog eens een hele kleur van een auto gezien. We moeten hier onderin. Ik heb weer een auto gekocht. Vrees je dat nog niemand kut geraakt heeft? Ja, verkocht in het donker. Wie had er alweer gekocht? Daar maak je een indiscrete vraag staan hoe hij er moet worden leren kennen. In het donker. Ja. Het was in het donker. Maar wie heeft er vreselijk gekocht dan? Wat ik ga zeggen dat dat komt nu, zit ik de eerste keer dat ik ze tegenkwam, ik droeg nog een arrafatsjal en zit er een neus in gesnoten. Dat moet hè. Dat is dat wel. Zo'n romantje. Ja, ja. Toe. Ik hoor een arrafatsjal, ik snoot ook mijn neus voor aan mijn neus. Ja. Ja, ja. Ah ja, dingen, koentje. Verbank. Koentje verbank, ja. Ja, met die whisky. Verdamme dat je. Maar ja, de Jan de Pris gewoon in de zee of zo. Whisky, Famous Grouse. Famous Grouse. Hij had toch begonnen aan drinken, maar we er maar over hebben, maar dan verzeten na van die vast gezien. Ja, we stond ook een roep tussen. En dat was heel het laatste, we waren allemaal iedereen wat naar Rus. Ja, we op dat kanaal. En ook maar een keer, je laat zijn sleutels lek vol. Je zet hem op zijn in, en maakt dat hij op zijn in vol zet, volgende hulp, boven op zijn sleutels en zo. Kijk, ik kreeg niet meer recht. Ik was niet meer recht, hij moest wel eens met zijn boeken maken. Nee, naar aanleiding van de cultuuravond. Oh man, nu ik in de club vertaald mag hennen voelen. Geen nagen branden. Ik ken gewoon een culturele mop. Ja, mijn dochter vindt dat ook. Papi vertel een keer een mopje. En weet je hier, dat ik een uur zit in het pezen heb, mag je niet een kennen. Dat is niet. Er zijn 7 kleuren vertaald van Jantje en ik was er geen wie vertaald. Maar zelfs die van Jantje zijn.
Ja, maar het is... Ja, komt dat we er dan niet van verrachten? Ja. Maar ja, ik word eigenlijk een beetje van chockeren. Bij je winter zit waar een raktel in. Dat is een beetje een Lee papi, jij kent zoveel mopjes. Als je ze samen zet, ze lachen altijd allemaal naar die pees, joh. Waarom? Waarom lachen ze? Ik dat ding met Aaron wel allemaal. Je n'ai pas d'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour extase, c'est que l'existence, sans un peu d'extrême, est inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive. Quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise.